Hoi, leuk te kijken naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het is weer eens zondag en de Jumbo is net geweest met alle boodschappen voor aankomende week. Dus ik ga jullie weer meenemen wat ik allemaal heb besteld en wat we ongeveer per dag gaan eten. Zoals alles zet ik onder de beschrijving neer wat we ongeveer per dag gaan eten, inclusief de lunch en eventuele snacks die ik daarvoor heb. Deze week hebben we eind van de week een best wel druk sociaal programma. Vrijdag is de oudste van Pascal jarig. Die komt dan ook deze kant op en dan is waarschijnlijk mijn moeder er, weet ik niet helemaal zeker. Dat is altijd een beetje een last minute verhaal. Op zaterdag hebben we de bedrijfsbarbecue, even zo, maar het is gewoon een barbecue voor alle mensen die geholpen hebben in het bedrijf. Dus daar heb ik een paar dingetjes van losbesteld en voor de rest ben ik daarvoor langs de Maros geweest. Maar er moesten nog wat extra dingetjes komen. En dan vierde op zondag. Op vaderdag echt de verjaardag van Fleur. Daar heb ik nog niet alles van besteld. Maar wel alvast een aantal dingen die dan overgeheveld kunnen worden vanaf de barbecue die waarschijnlijk overblijft. Dus het was nu €125,80 om en nabij. En qua statiegeld en zo, qua kratten en tassen en zo was het ongeveer gelijk. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ben op zich wel blij. Want 125, deze week zijn we vooral met z'n tweeën. In ieder geval tot donderdag. Donderdagavond eten mijn kinderen voor het eerst mee. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de shoplog. We eten een keertje Surinaamse bami. Dat is met champignons, met courgette, volkoren spaghetti, tomatenpuree, ketchup asin, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. En ook ketchup manis, maar dat heb ik nog. En wat andere kruiden wat ik allemaal nog beschikbaar heb. Dus dat eten we dan. Ik denk als we met z'n vieren zijn. We eten een keertje risotto met, eigenlijk noem ik het al de groene risotto. Dat zijn dopertjes, doe je er dan bij. Je hebt nog in de vriezer. Sperziebonen, sugar snaps. Een courgette. Oh ja, nog een courgette. Misschien dat ik ook nog wel de halve courgette daarvan kan gebruiken. Of nou ja, een stukje van deze. En ik doe er nu vegetarische kipstukjes bij om ook wat proteïne omhoog te gooien. En dan hebben we een lekker maaltje. De spinazie is voor mijn power smoothie in de ochtend. We eten een keertje vegetarische pasta. Ik heb nog van die vegetarische gehakt in de vriezer staan. Dus pasta saus, champignons ook. En pennen. Ik kan even nog een paprikaatje bij als ik er zin in heb. We eten ook een keertje vegetarische balletjes met gebakken aardappeltjes en broccoli. Vegetarische balletjes had ik nog over van vorige week, dus die had ik in de vriezer gelegd. We kunnen nu ook nog wat peuzelen. En dan eten we natuurlijk op zaterdag de barbecue, omdat we de bedrijfsbarbecue hebben. Mochten we daar niet genoeg voor over hebben voor de zondag, want dat is eigenlijk wel wat we hadden bedacht. Dan heb ik ook nog wraps, waar je tomatenpuree op kan doen. En dan heb ik met ananas kunnen we ook nog wrap pizza's maken. Die vielen vorige keer enorm in de smaak bij de kinderen. Dus ik heb er ook wat extra beleg voor besteld. En dan kunnen we even nog een paar pizza's erbij doen. En dat was het voor het avondeten. Ik heb nog wat mini eierkoekjes en rijstewafels als vervanging voor eventueel brood. Ik heb voor mezelf ook weer kwark voor in de ochtenden. Lekker veel komkommers. Dat we lekker komkommertjes kunnen snijden voor tussendoor en op de boterham enzovoorts. Er was een aanbieding met de vegetarische slager en ik weet niet meer wat. Nog iets? Oh, met café volgens mij. Ik heb ook net gehad de pot café. En dan kreeg je geen bestelkosten. Dat scheelt in ons geval toch wel weer €7. Dus dat heb ik gedaan. Daarom heb ik 2 zakjes plantaardige filet américain. Vind ik ook echt super lekker. En 2 pakjes boterhamworst. Want dit blijft ook nog wel even goed. Tot 1 juli. Deze tot. Oh, 16,7. Dus het is half juli. Dus dat is prima. Ik heb weer roomboter voor op de bammetjes voor de rest. Salami, dat is dus ook voor op de pizza. Ham, ook voor op de pizza. Kaas, daar zijn we alvast aan begonnen. Maar dat heb ik ook weer voor deze week. En dus een hele grote pot met pindakaas, omdat dat ook op was. En ik daar de gratis bestelkosten kreeg. Of geen gratis bestelling had, moet ik het zeggen. Ik heb 2 flessen Fanta. Ik heb niet alles hier neergezet hoor jongens, want het was heel zwaar. Het is heel veel moeite. Nee, het was gewoon echt superveel. Dus ik heb nog een hele krat met frisdrank. Zoals ik zei, ben ik langs de Sligro geweest voor best wel wat drank en
frisdrank en dat soort dingen die we allemaal nodig hadden voor de barbecue. Waaronder ook koffiebekers, koffie, wijn, bier, frisdrank, noem het maar op. Maar de hoeveelheid frisdrank was vooral sinaas en cola en water. En ze hadden wel crystal clear, maar niet, niet de smaak die ik graag wilde. Dus als je ermee blijft zitten, moet ik het toch zelf opdrinken. Dus ik heb 2 flessen Cassis. Ik heb er nu maar 1 even neergezet. 2 Divella. Ik heb 4 keer 3 flessen crystal clear. Dus dan kunnen we ook even crystal clear bij de blijfbarbecue neerzetten. En ik heb 6 flessen Cola Light Zero Caffeine. Ik heb er 6 gedaan omdat ik dan eerst wat andere mensen wat aan kan bieden. En ik heb voor de rest ook heel veel gewone cola. Dus dat moet helemaal goed komen. Dan hebben we dit stukje helemaal gehad. Voor fruit heb ik eigenlijk niet zoveel omdat ik nog een hele zak met appels heb. Ik heb nog kiwis, ik heb nog sinaasappels. Dus ik heb nu alleen maar 2 keer witte druiven besteld. En dan het was mijn bananen. Ik heb extra jam, want die is op. Ik heb deze keer gekozen voor de bosbessen jam in plaats van voor aardbeienjam. Ik heb een aantal koekjes in de koekjes schooltrommelding. De smoltjes en de trouwe vriendjes. Die kinderen komen pas op donderdagmiddag terug naar huis. Dus het is eigenlijk alleen vrijdag en dan wordt er weer nieuw besteld. Dus het is meer dan zat keuze. Extra van een zak, want ik heb er nog wel een paar. Maar ik vermoed zomaar dat het van het weekend hard gaat. Koekjes in de koekjestrommel. En ik heb ook paprika en cheese onion flavored chips. Eigenlijk gewoon alvast voor de verjaardag van Fleur. Dat ik eventueel wat op tafel kan zetten. De rest laat ik waarschijnlijk ga ik of zelf nog halen. Of laat ik bezorgen. Moet ik heel even kijken hoe ik het volgende week doe. Net als alle tapashapjes en zo. Ja, dat kan je pas op de laatste bestellen. Want dat blijft niet zo lang goed. En ik kreeg deze er gratis bij. De Cornet Oaked Alcoholfree. Het lijkt wel een soort van alcoholvrij bier. Nou, kunnen we proberen voor als we dat willen. Denk het niet, maar bij deze. Ze hebben ze dus nu ook. Zoals ik net dus al aangaf, zal ik voor Fleur de verjaardag sowieso nog het een en ander moeten gaan halen. Tapashapjes, misschien borrelplankdingetjes. Maar qua frisdrank ben ik er dus wel helemaal. En omdat we sowieso al de barbecue vlees en alle andere nodigheden hebben, zijn we in ieder geval voor de barbecue klaar. Dat geeft mij al een beetje een gerust gevoel. Vooral omdat ik donderdag en vrijdag moet werken. En dan heb ik het hoog druk in mijn hoofd. Dus ja, dat was het voor deze boodschappen shop vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en een heel fijn weekend wensen. Tot in de volgende video. Doeg! Dreams.